Welkom bij deze crypto-update van woensdag 24 april. We hebben een drop gezien bij Bitcoin en Ethereum. Een kleine. Maar gaan we nu verder omlaag of hebben we nu support gevonden op een bepaalde range? Dit is wat ik vandaag ga behandelen. Ook ga ik even kijken naar de Bitcoin dominance. Oftewel, hoe staan de altcoins ervoor? Want heel veel altcoins zijn behoorlijk gaan bloeden en zijn door een bodem heen gegaan. Ja, wat voor een vrijval kan zorgen. Ben je nieuwsgierig? Blijf dan vooral kijken. Dan gaan we nu beginnen met de technische analyse van Bitcoin. Want Bitcoin. De ascending triangle die wij hier aan het vormen waren, die hebben wij zojuist geretest. En misschien niet exact die ascending triangle, maar in ieder geval de support level van deze twee tops die wij hier hebben. En ja, dat is op zich een gewoon normaal goed teken. En we zitten dus nog steeds ook in deze bull flag, of hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval is dit wel een positief signaal. Al halen we deze, of nou al halen we die, al maken we die even blauw. En ik ga even kijken wat dan de eerste target was van deze ascending triangle, om het even weer te reminderen tot waar we zouden kunnen gaan, ja, is die 5800. Dus het zou nog kunnen dat dit een kleine correctie is en dat we alsnog ervoor kiezen om naar die 5700-5800 area te bouncen. Dat is zeker mogelijk betreft Bitcoin. Het hangt er nu echt vanaf of wij nu hier support vinden. En vooral deze natuurlijk, de blauwe lijn. We dienen echt wel boven de 53,50 te blijven om de bullish momentum vast te houden. Ik denk als wij weer terugvallen in deze rode zone, dat het er lelijk uit kan zien voor Bitcoin. Als we hem dan even op de 4-hour chart zetten. Nou ja, je ziet het. We vonden betreft de 4-hour, vonden we dus ook support op de 21 exponential moving average. Wat ik al vaak met jullie behandeld. Ja, wat voor mij op short-term basis een indicatie geeft of we bullish zijn of bearish. Voor mij zijn we dus nu nog steeds gewoon bullish. Ziet goed uit. En we hebben nog wel wat ruimte om omhoog te gaan. Alleen, zoals gisteren ook in de live sessie behandeld, hebben wij een flinke bearish divergent. En die is nu bevestigd. Gisteren was die nog niet bevestigd tijdens de live sessie. Maar nu wel. Je ziet dus dat we op de 4-hour een rejection hebben gehad. Kijken hoe het er op de 8-hour uitziet. Ja, op de 8-hour is hij ook bevestigd. En op de daily is hij ook bevestigd als wij nu in het rood sluiten. Zoals gisteren ook besproken. Dus als wij vandaag een rode candle sluiten, dan is de bearish divergentie bevestigd. En dat niet alleen. Ik zag net even snel in een blik op de 4-hour chart dat wij nu op de MACD een bearish cross gaan maken. En de laatste keer dat wij op de MACD een bearish cross maakten, was 4 april. Dat was hier. Dat was de drop van 5200 naar 4700. Nou, en in combinatie met de divergentie die wij hebben, ben ik wel bang dat wij downside gaan. En de vraag is natuurlijk wanneer en hoe zwaar zullen de altcoins hieronder lijden? Want ja, de altcoins ben ik echt niet tevreden over. Oh, QKC ook. Oké, ik ga dit zo allemaal behandelen. Ik wil nu eerst in ieder geval naar Ethereum gaan, want ik denk dat dit genoeg is voor Bitcoin. Dat wij dus gewoon letterlijk naar de 5350 gaan kijken en deze 5800. Als wij door die 5350 zakken en zelfs door die 5200, ja, dan gaan we flink meer downside zien. En dan wil ik nog iets belangrijks behandelen betreft Bitcoin. En dat is de Bitcoin dominance. En dan de Bitcoin dominance. Dat heeft te maken met een alt season of niet. Wat er zojuist is gebeurd met de Bitcoin dominance is dat wij uit deze resistance lijn zijn gebroken. En het is een resistance lijn. Nou ja, als we hem zelfs vanaf hier tekenen, is het een resistance lijn die we sinds 2018 continu gereject zijn betreft Bitcoin. Ik zal ook even kijken of wij, jullie snappen wat ik bedoel. En als we dan ook deze chart op deze manier bekijken, dan zie je dat wij dus hier een soort van pennant hadden. En dat betekent nu
dat wij de Bitcoin dominance, ja, misschien zelfs aankomende weken of maanden terug kunnen zien. En dat is op basis van de Bitcoin dominance chart. En ja, dat maakt mij wel zorgen. Want als de Bitcoin dominance blijft groeien, dat betekent dat de altcoins blijven bloeden. En is dit een positief signaal? Nee, voor de altcoins niet, de kleine altcoins niet. Ik denk dat de grotere altcoins wel sterk zullen blijven. Ik zie dat Dent wel sterk is gebleven. Ed Shorts is ook sterk gebleven. Is maar liefst met 11% gegroeid. Dus hè, dit soort dingen zeggen behoorlijk wat. Dat de shorts nu ook toenemen betreft Ethereum. Ja, is natuurlijk geen goed teken. Holy moly shit, hè. Ik zie op dit moment dat wij behoorlijk lekker aan het spelen zijn met de prijs. Ik zal hem even inzoomen op het lage tijdframe. Dan zien jullie wat ik bedoel. Nou ja, ik zie de whales behoorlijk naast me schuiven. Ik heb hem nu op Ethereum staan, maar echt bizar hoe deze whales tekeer gaan. Het is gewoon mooi om te zien. Je ziet het ook. Gaan wij door de supportlijn heen breken. Spannend hoor, spannend. Maar back to the chart. In ieder geval, we waren dus bij de Bitcoin dominance waren wij mee bezig. Ja, en dat de edge dus nu met 11% zijn toegenomen, dat is natuurlijk wel gigantisch. Alleen, we zitten nu op een supportzone betreft Bitcoin en Ethereum. Dus ja, hier neem ik gewoon geen short in. Wanneer wij door deze lijn heen breken, zal ik weer kijken naar de short. Maar we komen daarna ook weer hier natuurlijk op behoorlijk wat support levels. Voor het mooie hadden wij hier een short moeten nemen. Of hier een short moeten nemen. Omdat we toch wel een soort van top en out kregen. Alleen ik had niet verwacht dat deze dump zo snel zou plaatsvinden. Het hoeft ook niet zo te zijn dat dit een dump is. Het kan ook weer een fake out zijn. Wat we gewend zijn van Bitcoin of een retest van Bitcoin. Zoals eerder genoemd in deze sessie. En dat wij hier support op gaan vinden. Genoeg over Bitcoin. Ik wil dan nu naar Ethereum gaan. Want voor Ethereum heb ik natuurlijk ook gisteren iets heel moois behandeld. En dat is eigenlijk wel dit. En ja, ik vond het ik heb hier een mooi inzicht over. En ik zei ook van ja, als Bitcoin ervoor kiest om nu nog omhoog te gaan, dan is het waarschijnlijk dat we met Ethereum naar die 180 gaan. Maar dat is dus niet gebeurd. Wat we dus nu voor ogen kunnen hebben betreft Bitcoin is eigenlijk, of Bitcoin betreft Ethereum, is dat dit de D is. Dit. En dat dit eigenlijk al gelijk de E is. En dat betekent dat we nu dit compleet hebben gemaakt. En als dit compleet is gemaakt, dat betekent nu dat wij wel hier support moeten gaan houden. Als wij hier geen support vinden, dan, en we zakken hier doorheen, ja, dan is hij ongeldig. En dan gaat deze zich niet uitspelen. Als wij wel nu een bounce gaan zien en we gaan uit deze pennant breken, symmetric triangle, pennant, hoe je het wil noemen, dan kunnen wij zomaar een target van $202 opzoeken. Maar het hangt er natuurlijk allemaal van af hoe het vandaag zich gaat uitspelen. Maar betreft Ethereum, ja, zitten wij wel keurig op de target E. En nu is het alleen belangrijk voor Ethereum dat dit gaat houden natuurlijk. Dus goed, betreft Bitcoin en Ethereum. Ik ga het vandaag bekijken. Ik zal ook tussentijdse charts met jullie delen. Want ik denk wel dat dit nodig is vandaag. En dan wil ik ook nog een aantal nieuwtjes met jullie behandelen. En als eerst, Binance lanceert hun DEX, oftewel decentrale exchange, eerder dan verwacht. Binance CEO Changpeng Zhao, beter bekend als de branche als ZZ, heeft de cryptogemeenschap opgeroepen om actief deel te nemen aan de ontwikkelingen van nieuwe tokens op de Binance Chain. Verder geeft hij aan dat de exchange hoopt nauw samen te werken met projecten en ontwikkelteams om het ecosysteem uit te bouwen. Hij zei namelijk, wij geloven dat de gedecentraliseerde exchange nieuwe hoop en nieuwe mogelijkheden bieden zoals vertrouweloos en transparant financieel systeem. Zonder centrale bewaardiensten van fondsen, etc. etc. We hopen dat dit een nieuw niveau van vrijheid voor onze gemeenschap oplevert. De eigen token, oftewel de BNB token, is nu gemigreerd
van de voormalige Ethereum netwerk naar de Binance Chain en zal worden gebruikt als een native token om netwerktransacties mogelijk te maken. En jullie weten dat ik gek ben op P-Chain. En dan wil ik gelijk iets met jullie delen, want ik ben een believer in P-Chain. En ik snap nog steeds niet dat de prijs hier heeft, dat de prijs hierop gereageerd heeft. Maar als wij dan nu naar P-Chain kijken, en ik ga jullie nu wat laten zien, is en dat de P-Chain cross-chain Binance Chain gaat supporten. En dit is natuurlijk groot nieuws. En kom op, hoe kan dit nou zo'n lage CoinMarketCap zijn? Ik ben er gewoon van overtuigd. Hij heeft ook weer flink klappen gekregen aan de mainnet. Maar puur omdat ik denk, ja, net als andere altcoins. En hij nog behoorlijk in de kinderschoenen staan. Ja, denk ik wel dat als de markt gaat beginnen en P-Chain gaat zulke dingen krijgen. Betreft nieuwsberichten, samenwerking, etcetera, etcetera. Ja, dan kunnen wij veel verwachten van P-Chain. Daarom ben ik er nog steeds gek op. En dit P-Chain is natuurlijk, zoals jullie weten, een van mijn long-term backs. Maar goed, genoeg gepraat over de nieuwtjes en dingetjes. Ik wil jullie weer hartstikke bedankt voor het kijken. Mocht je het weer leuk en interessant vinden, vergeet vooral een duimpje omhoog te geven. En dan zie ik jullie morgen weer met een nieuwe crypto-update. En als je op de hoogte wilt blijven, join dan onze update kanaal. Hierin zal ik ook charts bij prijsverandering, prijswijzigingen en nieuwe inzichten met jullie delen. Goed, hele fijne dag en dan tot morgen.